Welkom bij Leeuwarden Actueel van dinsdag 20 september. Een 17-jarig meisje uit Steens is in Leeuwarden aangereden op de kruising tussen de Sixmastraat en het Popmargepaard. Om 20 over 8 reed ze met haar bromfiets over het fietspad en stak ze de Sixmastraat over. Een 54-jarige automobilist uit Assen zag het meisje over het hoofd terwijl ze overstak. Het meisje kwam van rechts en had dus ook nog voorrang. Desalniettemin belandde ze op de motorkap en werd ze met een pijnlijke knie per ambulance naar het MCL gebracht. Voor zover bekend maakt ze het goed. De VVV Leeuwarden heeft een applicatie ontwikkeld waarin een digitale route van de binnenstad in Leeuwarden is gemaakt. Deze app heet Wolkom in Leeuwarden en laat de mooiste plekken van de stad zien. De applicatie maakt onderdeel uit van een bundel met de 12 mooiste routes van Nederland. Deze digitale stadswandeling is alleen nog beschikbaar voor de iPhone, maar eind dit jaar komt er ook een applicatie voor de Android-toestellen. Vanaf vandaag kunnen senioren van 70 jaar of ouder wekelijks hun rijbewijs laten keuren. De keuring wordt georganiseerd door Regelzorg in samenwerking met een geregistreerde keuringsarts. Eenmaal in de week kan men voor €35 een medische keuring ondergaan. Voor bezitters van het grote rijbewijs is dit bedrag €55. De keuringen zullen op dinsdagochtend plaatsvinden op de François Havensmidswei in Leeuwarden. De opnames voor de nieuwe serie Moordvrouw met Wendy van Dijk in de hoofdrol zijn nog steeds in volle gang. Zo werd Leeuwarden gisteren en vandaag weer omgetoverd tot een heuse filmset. Alles werd uit de kast gehaald, zoals de politie en het ambulancepersoneel. Zelfs de complete rails voor de camera's kwam eraan te pas. De opnames zullen nog een aantal weken duren. Het najaar is een van de drukste periodes voor landbouwverkeer. Er zijn daarom dan ook meer trekkers en andere landbouwmachines op de openbare weg te vinden. De politie heeft een publiekscampagne gelanceerd vanwege deze drukke periode. Ook is de politie sinds gisteren bezig met het intensief controleren van alle wagens op de weg. Deze campagne zal lopen tot en met 19 oktober. De verbouwing van zwembad De Blauwe Golf is in volle gang. Kunstenaar Jaap Ket heeft vandaag de buitenmuur van het buitenbad van De Blauwe Golf geverfd. Dit doet hij in opdracht van Parnas in samenwerking met het zwembad. De muur wordt in subtropische sferen geverfd door middel van zogenoemde action painting. Ket heeft al een ontwerp gemaakt met allerlei tropische vissen. De Blauwe Golf krijgt intern een grote verbouwing. Daardoor is het bad ook tijdelijk gesloten. Dit was Leeuwarden Actueel van dinsdag 20 september.